58 verpleegkundigen hebben met succes deelgenomen aan de training Intensive Care COVID-19 Zorg. Het Elsje Vink Sanitair College, COFAP, heeft de training georganiseerd in samenwerking met het Radboud Ziekenhuis in Nederland. De participanten zijn geschoold in deskundigheidsbevordering en professionalisering, zodat zij optimale en kwalitatieve zorg kunnen bieden tijdens de COVID-19-pandemie. De training begon op 1 september en de deelnemers hebben de vorige week hun certificaat ontvangen. Het programma van deze training is tot stand gekomen op vraag van het 's Lands Hospitaal. En dit waren de nationale berichten in het journaal.